En welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 109. 109. Een weekje vroeger dan gewend, maar ik kan het hem niet uitleggen. De komende 2 weken ben ik onderweg naar de andere kant van de wereld. Waarom? Om voor jullie de allermooiste en nieuwste producten te gaan zoeken. Zoals je weet zijn wij toch altijd wel bezig om producten te vinden die je niet overal ziet. En die zoektocht gaan we mee verder. Dus de komende 2 weken is de winkel gewoon open. Leon die runt het allemaal. De orders, de winkel. Dus maak je geen zorgen. Alles gaat gewoon de deur uit. Het kan natuurlijk wat drukker zijn. Het zou kunnen dat je misschien een keer dat er iets vertraging heeft. Want als het echt druk is. Leon moet het alleen doen. En momenteel is het gewoon heel druk. Dus heb daar begrip voor. Als het een keer wat langer duurt. Wat normaal niet het geval is. Dat zou goed komen. Het zou best kunnen. Over mooie producten gesproken. Bekers. Bekers. Houten bekers. Mooi gewichtje ook, vind ik. Handgemaakt. Ja. Ik had ze van het weekend al mee naar Duitsland. Stond ik op de voorrondes van de Duitse kampioenschappen. En daar heeft iemand, die ging daarmee spelen, ook qua balans. En die gooit ze in elkaar en draait ze en weet ik wat allemaal. Het werkt al perfect daarmee. En het is een schitterende set. We hadden dit ooit als set met een chop combo, cup en 2 bekers. Dit zijn echt normale bekers. Ja. Mooie Final Hope ballen zitten erbij. Monkey Fist heette die bij ons. Ja. Als het goed is. Ja. 3 stuks, hè? Ja. 4 stuks normale ballen wat je eigenlijk nodig hebt voor een chop cup routine. Ja, die draaien mooi van elkaar. De beste man die deed, die ging echt. Ik heb nooit geoefend, maar die deed echt. Dat draaide en die gooide en fantastisch. Ja, dat soort dingen ook. Ja, we hebben ze 2 kleurtjes: lichtbruin. Ja, en donkerbruin. En donkerbruin. Veel meer kan ik niet over vertellen. In een mooie kist. Kijk wat je als je in de kist kijkt. Er zit nu het verpakkingsmateriaal ook in. Dat hebben we gedaan, zodat we ze mooi terug kunnen verpakken als je ze wil. Als we de laatste set verkopen. Dus een mooie kist heb je hier. Met alle ballen erbij, alle bekers. Samen voor mooi verpakt. Uiteraard krijg je een instructie erbij in het Nederlands voor hoe een bekerspelroutine werkt. Ervan uitgaan dat je weet wat een bekerspelroutine is. Want veel mensen zeggen altijd, oh, pakken we de beker, zeggen ze, oh, balletje, balletje. Nee, het is geen balletje, balletje. Een bekerspel, we zullen het ooit wel een keer laten zien. Daar zijn we nu niet voorbereid. Maar het is eigenlijk dat ballen verschijnen onder de bekers. Ballen verdwijnen onder de bekers, ballen verkleuren, verplaatsen. Plotseling verschijnen grotere ballen. Allemaal dat soort dingen. Schitterende act. Ik denk een van de klassiekers die eigenlijk elke goochelaar wel zou moeten kunnen. Ik vind het mooi. Ik doe het in de winkel ook wel eens niet heel vaak. En dat heeft ermee te maken dat ik er gewoon vaak niet aan denk. Omdat ik niet de set klaar heb staan. Maar als ik hem doe. Ja, daar zijn mensen altijd super verbaasd. Dat is gewoon echt een klassieker. Maar blijft gewoon een hele sterke routine. De grote vraag. Wat kost zo'n set? Wat kost zo'n set? Ja, we hebben het hier een speakbrief voor staan. Ik zal het verklappen. Helemaal onderaan. 125 euro. Ja, 125. Ja. Maar heb je al een exclusieve set? Ja. Hele mooie kistje. Ja, met een mooi kistje. Ik ga het even voorzichtig op de grond plaatsen zonder dat ik het eraf laat. Er zitten geen goochelstokken bij, maar die hebben wij ook. Ja, een mooie goochel kun je inderdaad erbij zoeken nog. Bij de donkerbruine, toevallig wel een match in de donkerbruine stok. Of de ebony stok van Murphy's Magic. Die is ook, past daar ook mooi bij inderdaad. Voor die set hebben we trouwens ook stokken met grote uiteinden. Volgens mij kost het 12,50. Ook een mooie bruine, lichtbruine stok met gouden uiteinden. In de categorie accessoires, goochelstokken. Dan is het heel anders. Dat is niet gebruikelijk dat ik mijn telefoon normaal hier bij heb. Maar, hier heb ik ook niet mijn telefoon. Ik heb hier een brandende telefoon. Uiteraard zit gewoon hier mijn telefoon in. Normale telefoon. En dit is de Fire Phone Case. Dus oftewel je brandende telefoon. Zie. En je telefoonhoesje. Het mooie is dat je in principe je telefoon er gewoon in kunt bewaren. Ja. Ik zou dat niet in mijn dagelijks leven doen. Want je moet de telefoon, dat mag ik best wel zeggen, met magneetjes vastmaken. Dat is de manier zoals het hierbij zit. Mm-hmm. Dus hij zit wel vast, maar niet super vast. Wat je kan doen overigens, is als je een echt hoesje koopt, of een siliconenhoesje koopt, kun je dat er vast in maken. En dan kun je echt je telefoon erin maken. Geen probleem. Wij hebben nu bevestigd op de tijdelijke manier, zoals het in de instructie staat. Ja, in principe, het vuurvak ga ik niet laten zien, maar je hebt eigenlijk een hoesje wat een prima dikte heeft. Ja. En waar een vuurvak in zit. We hebben 2 groottes. Ja. Van de Firephone case. De standaard grootte, dat is deze. Dus eigenlijk een iPhone 6 is eigenlijk het maximum, vind ik, wat qua grootte inpast qua iPhone.
En wat heb jij voor telefoon? Die past ook net in. Ik heb een Samsung Galaxy S8, maar ik weet niet meer of die in die... Volgens mij past die... Alleen er is één dingetje, dat wil ik wel even zeggen. Ja. Hou rekening met de camera. Ja, kijk, voor de iPhone is het perfect met de camera. Als je hem echt wil gebruiken als hoesje, dat is belangrijk. Ja. Bij iPhone zit het perfect. Je Samsung heeft vaak in het midden de camera. Ja. En dan zit hij net erachter inderdaad al ontdekt. Dus als je hem echt functioneel wil gebruiken, zou dat een dingetje kunnen zijn. Wat Jan inderdaad heel goed zegt. Dus voor grotere telefoons, de afmetingen die erin passen, staan precies op de website. Raden we de grotere versie aan. Costa Costa, 74,95, ja. Uiteraard zonder telefoon. En als je niet weet welke je moet hebben, laat het even weten welke afmeting je telefoon heeft. Dan kunnen we altijd eventueel kijken. Ja, kan ook nog, maar het staat op de site erbij, hoe groot het mag zijn. Maar ja, dat is de Fire Phone Case. Ja. Weer een vuureffectje toegevoegd aan onze 74, website. Ja, 74,95. Ja. Alright. Heb jij nog iets moois? Jazeker. Ik heb hier een spel kaarten. Heel mooi. En een... Oh, het is nog warm. Ja, net eruit gedraaid hierboven. Oeh, inderdaad. En een... doekje. Dan wil ik René even vragen om een kaart te kiezen. Die je zelf wil. Onthouden. Mag ik er wat opzetten? Dat mag. Top. Kaartje gaat in het spel. Ja. Even schudden. Oké. Je weet nog wat de kaart zat, René? Ja. Mooi. We gaan proberen jouw kaart terug te vinden met deze mooie lamp. En als we dan die lamp zo mooi in het doekje leggen. Kijken, we houden hem zo vast. Dan gebeurt er zo meteen iets magisch. Dat is in ieder geval de bedoeling. Uh-huh. Je ziet dat hier niks gebeurt. Nou, ik weet niet wat er moet gebeuren, want er gebeurt er wel niks anders dan niks raars. Ah, kijk. Dat betekent dat waarschijnlijk jouw kaart hier moet zitten. Want hier doet hij namelijk niks. Dat zou mooi zijn. We gaan het gewoon proberen, hè? We gaan het gewoon even kijken. Dat is allemaal impromptu hier, hè? Ja, we willen een routine mee laten. In principe kun je de lamp voor allerlei dingen gebruiken, maar we willen even een mogelijkheid mee laten zien. Hier zie je dat hij dus niet brandt. Uh-huh. Hier brandt hij niet. Want jouw kaart zit namelijk hier. Bijzonder, oké. Okay. In principe kun je zo doorgaan als je zou willen. Wacht even, dus hij weet, die lamp weet eigenlijk alles. Dus als je dit nou nog zou doen, bij wijze van, zou je de lamp gewoon boven kunnen houden? Ja, dat zou hem wel moeten kunnen, ja. Ik zal even aan de andere kant beginnen. Ja. Dan zou dit hem moeten zijn. Ja, schap gewoon, klopt. Met mijn naam op. Nee. Dit is een hele mooie truc. Zeker. Uit een hele mooie. Zeker. Ze stonden aan en toen kwamen de orders ook al binnen. Ja. Ja, maar weet je wat het is? Wij hadden natuurlijk onze eigen lamp. Hadden wij drie jaar geleden ongeveer, die glazen lamp. €349. Maar goed, van glas, handgemaakt, noem maar op allemaal. Die is uitverkocht, want de maker zegt ook, nou, die glazen lamp is echt een nachtmerrie om te maken. Omdat gewoon van drie lampen één lamp wordt gemaakt. Met alle risico's van glasbreuk. Mm-hmm. En daar zijn we ook mee gestopt dan, omdat dat gewoon te lastig werd. En toevallig dat nu dit kwam. En dit ziet er ook gewoon uit als een glazen lamp. Maar hij is van plastic. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. En in principe kun je er dus gewoon aan denken en dan gaat hij branden. Wat is het idee? Ja, je kunt, ik weet niet of we te veel mogen vertellen, maar je kunt hier... je kunt hem laten branden wanneer je wil. De toeschouwer mag hem vasthouden. De toeschouwer kan alles handelen. En jij kan... Dus als ik wil dat hij gaat branden, gaat hij branden. Ja. Hij zegt, brand. Ja. Stop. We gaan er weer door. Maar je kunt er... Ja, nog eens? Bijna eng. Brand. Hoe dan? Stop. Zie je? Oh ja, en je hebt gewoon ook je handen vrij. Ja, dus werkt op... We hebben niks hier achter de doos zitten of zo ook. Je kan echt werkt gewoon... op spraak. Herkennen. Je kan hem neerleggen ook, en dan werkt het ook gewoon. Zonder dat we iets doen met de handen in de lucht. Brand. Stop. Ja, er werkt niet een spraakherkenning, maar het is wel heel mooi gemaakt. Ik
weet niet of we te veel mogen vertalen, maar ik vind nou ja, je kan het zelf bepalen op afstand. Dat is het. Ja. Dan hebben we voor de goochelaars houden we een beetje geheim, voor het leek publiek. Maar ja, we moeten wel de informatie geven, anders weet je niet wat je mee kunt. Er zitten dus geen magneten in het kaartspel bijvoorbeeld, om af een idee te geven. Nee, nee. Dat zou natuurlijk kunnen, hè, dat je maar eenmaal een magneet in het kaartspel, of onder de mat, of onder de tafel, je lamp gaat branden. Hij is dus fully under your control. Ja, hij is ook oplaadbaar. Ja, USB oplaadbaar, inderdaad. Afstandsbediening, oh shit, had ik niet willen zeggen. Niet oplaadbaar, maar werkt gewoon op accu's, batterijen. Oké, hij zit erbij, dat hadden jullie toch ook geraden. Het is, ja, het is mooi. Ja. Het is mooi. Van Magicalism, oftewel Bond Lee. Ja. Hele mooie prijs ook. Maak je rommel. Maak je rommel. Maak je product wat je achter staat. 54,95. Ja. Ja, dat is een mooi ding. Shine. Ja. Aan. Ja, blijft weer. Uit. Kijk. Maar ik vind het echt een mooie ding. Ik vermoed ook dat die zo weg zijn. Ja, ik ben bang dat als je op de website kijkt en ze staan er niet meer op. Ja, weet je wat we doen? Dan zullen we erbij vermelden dat ze even op zijn en in plaats van ze aan de site afhalen. Kijk, normaal halen we artikelen van de site af. We hebben momenteel zijn er een aantal producten die zo goed verkopen dat we ze, als ze uitverkocht raken, gewoon even niet van de site willen halen. Dan mensen denken, ja, ze hebben het helemaal niet. Of ze hebben het überhaupt nooit gehad. Ze hebben er even bij, tijdelijk uitverkocht. Dan en dan komt het weer binnen, hopelijk, want dat is ook maar de vraag tegenwoordig. Dus dan kun je even goed bestellen en je product reserveren, ja. En dan krijg je het later. Oké, ik heb hier een sleutel. Maar dit is een sleutel die je nog niet kunt gebruiken om in de slot te steken, bedoel ik dan. Mm-hmm. Waarom? Omdat hij nog helemaal... Nou, er zit geen baard op. Ja, er zit geen baard op. Ik zal het een beetje laten zien. Hij is nog helemaal... Kun je het zien? Hij is helemaal glad. Je ziet het schilemmen ook. Hij is helemaal glad. Nou, dat is natuurlijk niet handig. Dat is denk ik wat zeker is. Als je het dan tussen je vingers neemt en je doet dit. Ik zal het proberen naar boven te doen zo. Je gaat met je vinger overheen. Zie. Zo. Dan zie je dat daar tandjes verschijnen. Zie je? Dan kun je gewoon ook. Kan maar zien. En dan kun je de sleutel ook volledig laten. Ja. Dus wel de sleutels erbij laten maken. Wel gerust. Ja, wij doen het wel even. Ja, mooi. Dit heet Melting Key. Ja. €7,50. Makkelijk te vertonen. Zou ik hem. Ik heb hem nu niet voorbereid zoals ik het zou doen als ik hem echt voor het publiek zou doen. Ik ga ook niet uitleggen waarom, maar het is, dan zou je elke handeling die je doet kunnen verantwoorden. Dan zou ik hem van mijn sleutelbos afhalen. Ik zou hem laten onderzoeken, echt laten onderzoeken, ja. Volledig. Terugnemen, tandjes erop maken, weer uit handen geven en je bent totaal clean op elk moment. Hier is een andere situatie, er is geen publiek bij, dus we kunnen het wel anders doen. Maar dit is ook een realistische manier waarop we het nu deden. Maar ik zou dan in de sleutelbos en alles erbij doen dat het nog beter is qua logica, zeg maar. Ja, Melting Key €7,50, koop je. Ja, vooral als je weet dat je een sleutel bij laat maken, kost ook wel €5. Dus ja. Als je zo bekijkt. Ja. Ook dat. Mooi. Wil jij wat doen of moet ik wat doen? Ik wil nog even wat doen. Ik heb hier een Sharpie. Ik zal de dop er even afhalen. Kijk, heel veel mensen doen de dop erop, maar ik ben erachter gekomen. Als je de dop erop doet. En nou droogt hij dus uit. Ja, dat dus wat op. Ik weet, je moet altijd zorgen dat als je de dop erop wil doen. Je moet de dop op de stift zetten. Ja, op de dop altijd op de stift zetten, want anders droogt hij uit. Dat is het idee. Het is eigenlijk een onmogelijke stift, zeg maar. Ja. Hè? Je kunt er ook mee schudden, zie je. Je kunt er van alles mee doen. Ja. Ik zou zeggen, voorkom dat hij uitdroogt. Ja, dat is wel beter. Zo. Hou even. Zo. Beter. Ook nieuw, ook voor mij. Maar dit is Sharp Turn. Ja, je moet daarmee spelen hoor. Het is een dingetje wat je denk ik, als je een truc doet. En je pakt de Sharpie even tussendoor, weet je wel. Dat je hem dus even openmaakt, dat allemaal gekke dingen mee gebeuren. Dat zou ik doen. Ja. Niet als truc, maar als... Tussendoor. Ja, het is wel een truc, maar ja, als mensen niet verwachten. Dus niet, ik ga nu mijn volgende truc doen en je pakt een stift. Maar zou je deze kaart willen signeren en dan haal je het dop eraf en dan fop. Hè? Mooi gemaakt. Alleen voor mij was het even helemaal nieuw, maar dus is ja, niet super moeilijk, maar je moet even de logica. Ja, je ziet ook zelf, je hebt iets anders dan van het publiek.
Maar als je het filmpje van Matthew Wright op de site bekijkt, dan zie je echt hoe het hoort. En dan snap je wat wij bedoelen. Sharp Turn kost €27,95 van Matthew Wright. Ja. Creatieve idee heeft die man. Dan kijken we naar de Floating Sharpie bijvoorbeeld. Die laten we nu niet zien, maar die hebben we ook, ook op voorraad. Ook een mooi ding, ook van Matthew Wright. Misschien een tip, stel voor je zou de Sharpie uit handen willen geven. Stop hem weg en pak dan de Sharpie op het moment dat je laten we verdwijnen met een of andere move. Ja. En dan haal je het tevoorschijn uit je zak. Zoiets. Dus je stel eventueel een Sharpie bij. Ja, kost €1,95. Ja. Geen geld. Ja. Oké, okay, ik heb nog wel iets trouwens. Kijk, zo mooi. Een kleurboek. Kleurboek. Ik zal even kijken of ik kan plaatsen. Dat is een beetje onhandig. Ik ga even staan, sorry. Dan zie je mij niet helemaal. Zo, een kleurboek. In dit boek staan namelijk allemaal tekeningen van Disney-figuren. Ik zal even laten zien. Een Disney-figuur, ik zal zo wat houden, is beter. Ze zijn allemaal gek op snoep, zoals je ziet. Allemaal gek op snoep. Maar nou is het grappige. Dat snoep is leuk in een boek, maar persoonlijk vind ik het leuker. Als het snoep, als je snoep uit het boek haalt. Maar het grappige is, als je nou het boek weer doorbladert, zullen we even doen, maar doorbladeren, dan zie je dat het snoep helemaal uit het boek verdwenen is. Nou, dit is het Magic Candy boek van Tenyo. Ja. Ik moet erbij zeggen dat ze heel hard gaan. Dus we hadden net over dat het even uitgekocht zou kunnen raken. Ja, dat kan gebeuren. Er zijn wel nieuwe onderweg, maar we weten niet wanneer die gaat aankomen. Ja. Mooi, echt mooi. Super gemakkelijk te doen. Hartstikke leuk voor kinderen natuurlijk. Snoepjes moet je zelf even regelen. Dit zijn snoepjes die wij zo ongeveer bij elke truc opnieuw ergens gebruiken. Die we zijn denk ik al 10 jaar oud. Ik zou ze ook niet meer eten. Tenzij je tanden eruit wil hebben, dan is het een goed idee. Ja, van Tenyo, zoals ik al zei, nooit uitgebracht in Europa. Maar ja, wij hebben een hand weten leggen op een hele stapel van deze. €27,50. Ja. Top truc. Daar kunnen we weinig meer over zeggen. Gooi maar op, dan maak je er nog iemand van. Kijk. Magic Candy. Zo, oké. Okay. Ik heb ook nog wat moois. Oekie, oekie. Laat zien, laat zien. Twee kaarten. Yes. Moet goed op. Moet ik die maar te wrijven. En je ziet dat de kaarten door elkaar heen smelten. Dat ziet er verdomme magisch uit, hè? Dat is ook magisch. Huh? Dat is ook magisch. Je kunt ook eventueel alles bekijken. Mooi. En deze trucje, de Razor Sharp kaart. Razor Sharp kaart. Yes. Makkelijk te doen? Ja. Super makkelijk te doen. Hoekgevoelig? Ja, ook. Ja. Zijn er wel bij. Van voren alleen. Over de rest een prachtige truc. €22,50. €22,50. Ook geen geld, vind ik. Ja. Mijn bicycle kaart, hè. Ja. Very nice. Very nice. Dan. Één voorspelling. En één spel. Kaarten. Nou, ik laat je niet beïnvloeden verder over de kaarten, wat dat allemaal is. Ik geef je de kaart in handen. En je mag één voor één een kaart afdelen. En je mag zelf stoppen. Beeld omhoog. Waar je maar wilt. Beeld omhoog. Jij wil ze gerust zien. Ja. Jij stopt hier. Ja. Dat is jouw keuze. Hier ligt een envelopje. Eerlijk, hè? Ja, ja. Oké, okay, maak je envelopje open. Daarin zit namelijk één kaart. En wel de harten 9. Even voor het idee. Envelop is verder leeg. De harten 9. Mooi. Dat mooi, is mooi. De eerste uit de nieuwe serie Tenyo's 2020. Nou, zoals je kunt lezen. Super Prediction Card. Misschien staat hier geen idee, maar het is Super Prediction Card. Er staat alleen maar Japanse tekens. Ja, is het resultaat altijd hetzelfde? Nee, je kan ook een andere voorspelling maken, zeg maar. Voor de prijs van €23,95 is het moeilijk. Nee, maar het is in principe zelfwerkend. Dus staat hier ook. Oh, sorry, heb ik niet gezien. Zelfwerkend. Je krijgt een compleet kaartspel. Je krijgt de voorspellingen, envelopje. En Japanse instructies.
Maar uiteraard staat er onderaan de instructies een linkje naar waar je de Engelse instructies ook kunt downloaden. Dus de Super Prediction Card. Oh, hier staat Engels. World Greatest Card Magic. Kan je niet zien dat Engels stond? Oké. Ja, 23,95. De allereerste uit de Tenyo-reeks en de andere 4 of 5 die komen eind van het jaar, meestal november, december. Mooi. Dus ik vind het een leuk dingetje. Ja. Dan heb ik ook iets heel anders. Een aansteker. Een soort Zippo-aansteker. Mag je even vasthouden als je wil? Ja. Concentreer je op de aansteker. Concentreer je op de aansteker. En je zult merken dat hij spontaan gaat ontbranden. Laat maar uit als je loopt. Het ding gaat op jouw commando aan, dus maakt niet uit wat je doet. Of jij wil dat hij gaat branden. Dus je kunt bijvoorbeeld branden. Kijk, dat is een beetje de lamp. Dan gaat hij branden. Ja. Nou, dit is een gadget. Je kan ook op tafel zetten. Hoef je het ook niet vast te houden. Ik denk dat de benzine nu in heel eind. Ik kan wel even vast, maar anders blaas ik hem om. Dit is de Remote Control Lighter van Lee Jae-min. Ja, ook een mooi dingetje. Het ligt aan welke act dat je wil gebruiken. Met een spirituele act of gewoon als geintje of als weet ik veel. Een speciale aansteker die je kunt laten ontbranden op commando. Diverse designs. Nou, wat ook kan als je dat wil, is gewoon... Als je design niet mooi wat opstaat, zijn allemaal verschillend op de achterkant. Deze kant is gewoon zwart. Is gewoon zwart spuit, hij is zwart. De ene houdt wel van skeletten of vlammen of wat dan ook, de andere niet natuurlijk. Maar dit is design allemaal. Mooi gemaakt, op afstandsbediening zoals gezegd. USB oplaadbaar. Ja. Dus professioneel gemaakt. Voor de prijs van €149. Niet te verwarren met de versie van Sansmart. Daar ben ik even denken, hoe heet die van Sansmart ook alweer? Flammable, nee. Hadden we heel kort. Weet niet, in ieder geval... Die ging op tijdvertraging. Dus die zat je neer en je drukte ergens stiekem op. En dan na een aantal seconden ging die aan. Deze gaat dus echt puur op jouw commando. Als jij dat wil, dan gaat die pas branden. Remote Control Lighter. Compleet met opladkabel, instructievideo en alles wat je nodig hebt. Mooi. Ja, mooi. Ik heb ook iets moois ermee. Ja, heel mooi. Een twee kaartjes. KFC en Starbucks. Okay. Ja. Even kijken of die nog... Nee, is die maar geldig. Ik wil hier even iets mee laten zien, René. Ik zal mijn naam even opschrijven. Zo, dan mag jij de stift even pakken. Dan wil ik jou vragen om hier tussen de F en de C ook iets op te schrijven. Of iets te tekenen, wat jij wil. Ja, smiley. Een smiley. Dus we hebben twee kaarten gesigneerd. Eén door mezelf en één door jou. Eerlijk. Dan gaan we ze even doorscheuren. Deze gaan weg, die hebben we niet meer nodig. Ze waren al ongeldig. Twee kaartjes. En nu zijn ze compleet. Ik zal het even laten zien. Hier hebben we René. Hier hebben we Leon. Correct. Let goed op. En dan gaan we proberen die kaartjes... Hier tot één geheel. Wat? En het mooie hiervan is... Mag je checken? Dat je mag controleren. Wat? Dat is wel niet meer geldig, niet? Dus als je naar Chicken for Chicken gaat, zeg je... Ik heb hier mijn spaarkaart. Ja. En als je naar Starbucks gaat, zeg je... Ik heb hier mijn spaarkaart. Waar een stuk van afgescheurd is. Hé, maar dit is wel echt een serieus onmogelijke souvenir nu. Ja. En met onmogelijk bedoel ik dat het... Wat hier gebeurt, kan natuurlijk niet. Dus als je dat kan, ben je wel heel goed. Dat is denk ik wat het publiek zou moeten denken. Weet je, oh, ik bedoel, je hebt net twee kaartjes tot één samen gemaakt. Mm-hmm. Nou, ik had al gezegd, ik was in Duitsland van het weekend. En er waren, denk ik dit ook keer na keer. En goochelaars, dus die zou je verwachten dat die al meer weten. Zitten die echt aan elkaar? Echt? Het is geen lijm, of ze niet dat ik aan trek dat ze losgaan. Ik zeg, je mag het gewoon checken, het is echt gewoon volledig aan elkaar. Maar hoe? Ik zeg, ja. Dus dat zegt iets. Ook veel verkocht daar. Ja. En die in de winkel sowieso ook. Dus we zijn al wat pakken doorheen gevlogen. Het heet... Rejoint Express van Joao Miranda. Ja, ja. Super truc. Ja. Ik denk, dit is echt zo'n dingetje. Ik bedoel, je hebt twee kaartjes nodig. En je krijgt van elke kaartje krijg je er 150. Ja, je kunt dit stop je in je portemonnee. Zelfs ik, die nooit trucs bij zich heeft, zou dit in zijn portemonnee stoppen. Ja.
En als iemand dan zegt, heb je een truc bij je, je bent een goochelaar, hoef ik dan niet meer nee te zeggen. Maar ik kan dan gewoon zeggen, nee, ik heb eigenlijk geen truc, maar ik kijk of ik iets bij me heb. Dat maakt het juist zo mooi. Ja, weet je, ja, kijk, deze toch gewoon verdaad, misschien kan ik hier iets mee. Ja. Dus je doet of dat je niet voorbereid bent, maar je hebt gewoon een hele truc al klaar in je portemonnee. Dat is het, weet je. Misschien zijn ze dan, dat je portemonnee draagt, nog een beetje niet meer strak, omdat ze dan lijkt of je lang in je portemonnee zit, omdat ze er echt in zitten. En dan doe je iets met, ja, dat is super. Ik vind het geweldig. Een van mijn favorieten. Ja. En een super prijs. €44,95. Wat betekent dat? 150 stuks? Ja. Nou, dan heb je nog geen 30 cent per stuk. Dat vind ik echt een kopie. Ik bedoel, flesje papier. Ja. En hier heb je super sterk effect. Rejoint Express. Yes. Even voor het idee, we hebben ook de Rejoint. Die is er ook nog. Ja, Rejoint dat zijn twee kaarten. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde met een speelkaart. Je laat een kaart kiezen uit een kaartspel. Scheur daar de helft van af. En je zet de helft dan net als dit aan elkaar. Ja. Dus dan zitten de scheuren aan de buitenkant en de buitenkant van de kaart. Zeg de korte kant, zeg maar. Je weet wat ik bedoel, hè? Die witte rand. Ja, uit de kaart van af. Ja, hier ligt het. Dat is gevallen, oké. Maar voor de idee. Ja. Ja, dat. Voor de idee, je hebt ze dan. Ja, dus die kant tegen elkaar zijn ze hier gescheurd, zeg maar. Dus het is ook, dan geef je het handen ook omhoog. Dus als je dit gaaf vindt, Rejoint, de kaartversie, hebben we ook nog gewoon. En als je weet hoe die werkt al, heb je al genoeg aan de Rejoint refill. Die is namelijk ook nog, de kaartversie refill. Dan zijn we in ieder geval door het materiaal heen wat we hier hebben liggen. Er is nog veel meer, want momenteel zijn we een gigantische lading spullen aan het uitpakken al een paar dagen. Daar verschijnen ook hele nieuwe dingen van de website. Ja, van alles, kindertrucs, vuurtrucs, close-up dingetjes. Allemaal voor leuke prijzen ook. En tevens zijn er een hoop dingen die misschien even niet meer leverbaar waren, ook weer terug op voorraad. Want ons magazijn heeft, niet gelogen, nog nooit zo vol gezeten. En dat is niet omdat we niks verkopen. Maar ik bedoel, zo vol met nieuwe spullen. Er komen alleen maar bakken bij met nieuwe spullen. En we zitten nu dat we denken, waar moeten we het laten? We hebben hier ook nog alles aan de ceiling, nou net niet. Maar. Ja, hier staat een grote kist, is niet geloof ik. Die staat er ook waar met spullen. Het is echt, we groeien uit onze voegen. En dat is een positief iets. En daar bedank jullie ook hartelijk voor, want jullie zorgen ervoor dat wij zo goed groeien. Mocht je niks te doen hebben op zaterdag 21 september, dan... Dus René in België. Ben ik in België. Dan moet ik altijd goed zeggen. Dan kun je niet wat goed zeggen nou. Kampioenschap van Vlaanderen. Ik noem het even zo. In Mol in ieder geval. In zaal De Grot is dat. In Mol Wezel, als ik het goed zeg. Daar is overdag zijn lezingen, wedstrijden, dealers, onder wij natuurlijk. En 's avonds is er een avondshow. Check even alle informatie op de website van Magaia Mol. Ik zal het ook nog even hier in beeld zetten. Een gezellige dag altijd. Lage entree. Laagdrempelig ook. Ja, en als je s'avonds de show wil meepikken, koop je meteen een showkaartje erbij als die niet al uitverkocht is. Leuke dag. Wil je dat ik iets meeneem? Want Leon zit hier aan de winkel, die blijft hier. Ik ga naar België. Laat het dan even uiterlijk vrijdag weten. Dan breng ik dat zaterdag voor je mee. Als we de voorraad hebben. Als we de voorraad hebben. Pinnen kan natuurlijk, daar. Dat komt dan meteen ook. Dus, tot zaterdag. En anders tot waarschijnlijk de volgende update of een keer in de winkel. Ja. Mensen. Bedankt. Hoi. We'll be right back.